Wat als Kylian Mbappé in de Eredivisie zou spelen? En we hebben Kylian Mbappé geplaatst bij Vitesse. En we hebben Vitesse dan ook in de Champions League geplaatst. Laten we simuleren naar het einde van het seizoen om te kijken hoe Kylian Mbappé het heeft gedaan. Het is juni 2023. En dat betekent het einde van het seizoen. En in het echt is Vitesse dus 10e geworden. En hier zijn we 5e geworden. Maar de Champions League, we zijn... laatste geworden. Kylian Mbappé met 22 doelpunten en 8 assisten. En dat maakt hem niet eens topscorer van de Eredivisie.